Laat je handen eens even zien. Heb je nagels gelakt? Tuurlijk. Nieuws. Waar staan wij vandaag? Vandaag zijn we bij een stormaan. En dan ga jij het als goed is tegen een van de kandidaten, in dit geval Amber, te opnemen. Ja, want Amber, kom er eens even bij. Stel je even voor. Ja, ik ben Amber. Waar kunnen we jou van kennen? Eigenlijk niet, denk ik. Maar ik heb meegedaan aan XD's Outside. Een programma hoe Gen Z'ers overleven in de wildernis. Wat is dat? Dat ben jij denk ik ook. Dat is gewoon mensen van volgens mij 1998 tot 2015. Overleven zonder telefoon, zonder luxe. Kan jij dat wel zonder telefoon? Tuurlijk, ik wel. Ja, ik ben niet zo gehecht aan mijn telefoon. Nou, dan zeg ik, lever je telefoon maar alvast in. Die is al ingeleverd, die is al weg. Dus jij hebt ervaring? Nou, nee. Nee? Nou ja, misschien met het overleven, maar dit is natuurlijk wel iets anders. Oh, wie gaat er winnen? Ik sowieso. Ja? Ja. Nou, ik denk het niet. We gaan het zien. Let's go! Laat je handen eens even zien. Heb je nagels gelakt? Tuurlijk. Ja, we gaan beginnen. We beginnen hier zo bij deze balk. Dan gaan we over deze touwen die hier hangen. Dan klimmen we over dit spannende touwwerk. Er overheen, niet via de zijkanten. En dan via deze hangende touwen naar deze balk. En dan is daar de finish van ronde nummer 1. Wie dus als eerst hier arriveert, heeft gewonnen? Ja, ronde 1. Hè. Dus oh, ronde. Die andere ronde. Dus het gaat van makkelijk naar moeilijk. 1, 2, 3. Ik zie wel weer wie er wint, hè? Goed uitkijken erboven. Godverdomme. Oh my god. Hoe doe je dit nou, joh? Laten we niet proberen dat Amber gaat winnen, hè? Die handen, de hoofd altijd, helemaal dood. Nou, ik stel hem goedgekeurd. Amber heeft ronde 1 gewonnen. Vooruit, je hebt de eerste ronde gewonnen. Ja, ik zei het. Had je geen last van je handen? Ja. Ik heb echt gewoon die handen, dat is niet normaal. Ze zijn helemaal rood, ik voel ze niet meer. Maar ja. We moeten door, begrijp ik. Ja, we zitten pas om 15:15 voor vandaag. 3, 2, 1. Kom hier niet tussen! Ik zit vast! Beetje piek en dalen. Waar ging het nou mis? Nou, het ging nog best wel goed, maar jij ging heel snel ineens. Weinig of ik mee heb gedaan met dat programma. Oh, je hebt 1 keer gewonnen hoor. 1. Hey. Ja, dat kon ik echt niet opeten hoor. Maar ik heb hem gewoon door. Na 2-1, als jij deze zo meteen wint, staat het 2-2. Nou, dat is dus niet waar. Want doorzettingsvermogen is misschien wel een van de belangrijkste dingen met het survivalen. Dus hier krijg je 2 punten voor. Oh. Dus hier gaat het om hangen. Eigenlijk boeide het geen reet of jij hier gewonnen had. Godverdomme. Ik had de winst al bijna in de broekzak natuurlijk. 3, 2, 1, 0. Nee, jongens. Hoe hield je dat nou vol? Gewoon met mijn hoofd even echt anders bij zetten. Wat zat je met je hoofd dan? Ik zat met mijn hoofd gewoon thuis in mijn bed. Volgens mij was jij met je hoofd er niet helemaal bij, hè? Nee. Ik zat nog helemaal bij dat gedoe van gisteren. Ja. Want ik speelde dat van gisteren nog even af in mijn hoofd. Ja. Met die Amelanders. Ik denk, ze komen hier achter me aan. Hey! Wow! Wow! We worden aangereden. We worden op dit moment aangereden. We worden aangereden. Ze zitten met 5-6 auto's achter ons aan. Hoppa! Wegwezen. Ja, en hier moest je blijven hangen. Hier moest ik blijven hangen. En toen kwamen al die ideeën weer op, hè? Beetje trauma geworden. Ja. Dag, hallo, Mark Baanders hier vanuit Lamplab als... Lapland! Als presentator van een knotsknettergekke kerstshow voor op de NPO 3. Allemaal kijken. Oeps.